Het is de nachtmerrie van elke reiziger. Op Schiphol aankomen en erachter komen dat uw reisdocument verloren of ongeldig is. Het laatste resort is het bureau nooddocumenten van de Koninklijke Marechaussee. Hier wordt per geval beoordeeld of u in aanmerking komt voor een nooddocument. We hebben een aantal voorwaarden die worden gesteld eigenlijk door de wetgever. Daar houden wij ons aan. En een van die voorwaarden is dat moet een zwaarwegend belang zijn. Nou, dat zwaarwegend belang moet aangetoond worden door de passagier of door de persoon die voor ons staat. En dat kunnen ze aantonen door middel van tickets. Bewijzen dat men een groot overleg heeft, een belangrijk overleg heeft. Een humanitaire grond, bijvoorbeeld een overlijden van familie. Dat soort dingen zijn heel erg belangrijk voor ons. Heeft u rijbewijs voor de spullen? Ja, zeker. Zijn wij natuurlijk het laatste punt waar de mensen eigenlijk hulp komen zoeken, want uiteindelijk ze missen een document of ze hebben niet het juiste document. En uiteindelijk zijn wij de personen die hun nog kunnen helpen. Automatisch op het moment dat wij ja zeggen is het emotioneel in vreugde. En op het moment dat wij nee moeten antwoorden, dan is het helaas emotioneel in verdriet. De beste tip die ik mensen kan geven, kijk goed wat voor document u nodig heeft voordat u op reis gaat. Niet alleen kijken naar uw visum, kijk ook naar de geldigheid, hoe lang moet het paspoort geldig zijn. En kan ik wel met dit document naar het land waar ik nu naartoe wil? Als ze dat doen, dan gaan ze zelf denk ik met veel plezier op reis. Dan hoeven wij geen nooddocument als we te vertrekken. Het bureau nooddocumenten bevindt zich in vertrekhal 1. Kijk voor meer informatie over geldigheid van reisdocumenten op www.paspoortinformatie.nl.